Reconstructive Based Therapy is een nieuw begeleidingsmodel dat ik samen met mijn collega's van Eigen Kleur en van Labs bij Reconstructive de afgelopen jaren ontwikkeld heb. Het is een begeleidingsmodel voor individuele begeleiding, voor relatiebegeleiding en voor teambegeleiding. En het beoogt integratie van schaduweffecten en traumahealing, heel specifiek. Uiteraard reconstructive based therapy. Het is eigenlijk het leerproces wat reconstructive ons als begeleiders geleerd heeft, de manier dat het ons eigenlijk in ons werk, in het individuele werk en in het relatietherapiewerk ook met onze cliënten veranderd heeft. Dat aspect willen we in die opleiding heel graag gaan belichten. Reconstructive is lichaamswerk in groep. Heel specifiek heeft het ons heel veel informatie gegeven over de diepere emoties in onszelf die te maken hebben met onverwerkte pijn, onverwerkt verdriet, onverwerkte boosheid. Dat eigenlijk generatie per generatie, zowel in families als in het collectieve aanwezig is. En wat zich vaak bij mensen uit onder de vorm van zwaarte, bijvoorbeeld onverwerkt verdriet bij ouders, kan bij iemand gewoon zwaarte of stress of het gevoel om niet te voldoen veroorzaken. Perfectionisme, gevoelens van schuld, van schaamte, maar ook kan leiden tot conflicten in relaties. Dus heel veel problemen en dilemma's waar mensen in hun volwassen leven tegenaan lopen, kennen hun oorsprong eigenlijk in de eerste 6 jaar van het leven en van wat daar vanuit de familiale lijnen, vanuit de collectieve aanwezig is als lading, als onverwerkte emotie. En op die manier zijn we ook heel erg verbonden. We zijn niet alleen verbonden gewoon rechtstreeks met mensen, maar we zijn ook verbonden in het trauma dat eigenlijk onbewust doorgegeven wordt. En trauma heeft te maken niet alleen met die hele specifieke traumatische gebeurtenissen die wij herinneren of situaties, maar heeft ook te maken met onverwerkte emotie die in systemen, in families en in het collectieve aanwezig is. Dus er is sowieso een traumalaag in elke mens aanwezig. En afhankelijk van de levensomstandigheden, van wat er gebeurt in het leven, kunnen bepaalde aspecten van die lagen naar voren komen, klachten geven, last geven. En op andere momenten in het leven blijft dat allemaal vrij rustig. Nu, als mensen de kans willen grijpen om bepaalde van die lagen gezonder te maken, zodanig dat ze het gevoel hebben dat er minder interne spanning aanwezig is, dat ze makkelijker kunnen groeien naar zelfrespect, naar bewegingen, oplossingen vinden voor datgene wat ze tegenaan lopen, dan is het moment aangekomen om een stuk schaduwwerk te gaan doen en een stuk traumahealing te gaan doen. En eigenlijk heeft het ons al heel lang bezig gehouden naast ons groepswerk van hoe kunnen we eigenlijk mensen in individuele begeleiding toch ook kennis laten maken, kunnen we de deur openzetten voor dit soort werk en kennis laten maken eigenlijk met de diepere onderlaag die in hen aanwezig is en van waaruit dat ze zichzelf veel dieper kunnen leren begrijpen. En ook kunnen leren begrijpen op welke manier toch de bepaalde zwaarte of het onvermogen tot geluk of het onverwerkt verdriet wat in zowel bij hun vader als hun moeder als in het bredere veld aanwezig is, op welke mate dat dat toch bij hen invloed heeft. En vooral wat dat zij er kunnen aan doen om daar een stuk healing in te vinden, een stuk genezing of gezonder maken van die diepere emotionele traumalagen. Dat is eigenlijk wat wij beogen met reconstructive-based therapy. Dat is eigenlijk een begeleidingsmodel dat ja, eigenlijk erin bestaat om die aspecten, dus de schaduwaspecten in mensen, daar bewustzijn rond te ontwikkelen, daar ontwikkeling en groei in te krijgen. En van daaruit eigenlijk een visie te leren ontwikkelen op datgene wat mensen die om hulp komen vragen in begeleiding, waar die eigenlijk tegenaan lopen, of wat dat de reden zijn dat die komen zoeken naar begeleiding. Dat is heel vaak niet zo dat zij zich bewust zijn van die traumalagen, maar zij gaan eerder komen met de vertaling daarvan, met datgene waar dat zij tegenaan lopen in hun leven. Het zijn relationele moeilijkheden,
problemen van een gebrek aan eigenwaarde, zelfrespect of tot heel stress, burn-out, heel veel verschillende klachten vinden hun oorsprong eigenlijk in de lading die wij meedragen. Dus hebben wij eigenlijk bij Lovesbury Constructive verschillende trajecten uitgetekend die zich specifiek richten naar hulpverleners, naar begeleiders, naar eigenlijk iedereen die met mensen wil werken in het ondersteunen en in het gezonder maken van wat ze meedragen. We hebben een traject dat zich richt naar counselors, coaches. Het is een traject van 10 dagen, waar natuurlijk 2 modules in zitten die te maken hebben met het zelf ondergaan van reconstructive, het zelf in beweging brengen van hun traumastukken. En daarnaast bestaat het uit 4 dagen, studiedagen. Dat zijn theoriedagen, oefendagen, supervisiedagen, waarin ook altijd één specifiek onderwerp met betrekking tot die schaduwaspecten zal toegelicht worden. Bijvoorbeeld de schaduwkant van de hulpverlener, hulpbehoevende of hulpvrager. Een andere studiedag zal gaan over de schaduwkant van het collectief van de vrouwen, schaduwkant van het collectief van de mannen, schaduwkanten op de werkvloer. Op die manier hebben wij een heel traject samengesteld dat zich richt naar counselors en een vervolg specialisatiejaar dat zich richt naar therapeuten. Voor beide opleidingstrajecten gaan wij ervan uit dat mensen eerst een basisopleiding in reconstructief gevonden hebben, zodanig dat hun eigen proces met betrekking tot hun eigen familiale, hun eigen rugzak eigenlijk, en datgene wat ze vanuit hun familie en vanuit het collectief meedragen, al een behoorlijke transformatie of dat daar al serieus mee gewerkt is, zodanig dat ze dan in die specifieke trajecten als counselor of als therapeut hun aandacht volledig kunnen richten eigenlijk op hun cliënten, op een visie te ontwikkelen op hoe de schaduwkant in cliënten eigenlijk mee aan de oorsprong ligt van hun klachten of van datgene waar ze tegenaan lopen in hun leven. Het is natuurlijk heel belangrijk om die visie te ontwikkelen, om van daaruit te kijken. Spreken we natuurlijk over psychotraumatologie, maar we spreken ook over inner child healing. Dus we spreken eigenlijk over het gezonder maken van de diepere lagen. Maar dan moeten ze natuurlijk eerst op de voorgrond kunnen komen en zichtbaar kunnen worden. Ook voor de begeleiders. Wij kijken bij Lovesbury Constructive heel erg uit naar dit nieuwe model. Waar we eigenlijk al heel lang over gedacht hebben. En dat zich eigenlijk puzzelstukje na puzzelstukje bij ons heeft ontwikkeld. En nu is het moment gekomen om dat eigenlijk de wereld in te brengen. En wij hopen heel erg dat we op die manier andere begeleiders en hulpverleners uit het hele brede veld. Het hoeven niet alleen therapeuten te zijn of coaches, maar het kunnen ook mensen zijn uit het bredere zorgveld, uit het bredere hulpverlenersveld en begeleidersveld. Kunnen op een bepaalde manier enthousiast maken of deelgenoot maken in datgene wat wij eigenlijk zien als de essentie van een healingsproces. En dat is dan datgene wat verband houdt met de onbewuste transfer die er tijdens de eerste 6 jaar van het leven is in het doorgeven van de rugzak. En vooral eigenlijk de onverwerkte emotie die daarin aanwezig is en die natuurlijk heel verschillende aspecten draagt, die maken dat wij op een bepaald manier bevroren stukken in ons hebben of ons niet altijd bewust zijn van de diepere pijn die in ons aanwezig is, ons niet altijd bewust zijn van stukken schaamte, stukken schuldgevoel, maar ook de werkelijke pijn van het niet gezien worden of van de aandacht niet krijgen waar we eigenlijk recht op hebben. Maar aan de andere kant ook, wat ook in die schaduw zit, is natuurlijk de afweer die we ontwikkeld hebben. Dus de weerstand, zou je kunnen zeggen, het schild dat we gebouwd hebben rondom onszelf om ons preventief
te beschermen tegen nieuwe pijn. En wat natuurlijk ook een deel van onze schaduw is, omdat en een totaal, je zou bijna kunnen zeggen, tegenovergesteld deel van onze schaduw. Het interessante in onze manier van benaderen is dat wij eigenlijk heel duidelijk naar die twee stukken kijken eigenlijk. En natuurlijk is het nodig dat mensen, cliënten, gewaarzijn ontwikkelen over beide stukken van hun schaduw, over enerzijds dus leren een stuk erkenning te geven aan de werkelijke diepere pijn die in hen aanwezig is en die natuurlijk te maken heeft met tekorten, met gemis en van veel vroeger en met onverwerkt lijden dat daar aanwezig is en dat wel degelijk een invloed heeft op hen. En anderzijds dat ze ook zicht krijgen op welke manier ze eigenlijk zichzelf afschermen en daardoor ook een deel van de wereld buiten houden en dat daar ook aan dat stuk healing mogelijk is en dat er langs beide zijden van die interactie beweging kan gemaakt worden en dat er stappen kunnen gezet worden naar groei. Wat zijn de gevolgen daarvan? Je zou kunnen zeggen, integratie van schaduweffecten heeft als gevolg eigenlijk dat de lading van de rugzak minder zwaar wordt, dus dat we eigenlijk minder interne spanning gaan ervaren en dat onze emoties vrijer zijn en van daaruit ook dat we een soort van in een perceptie komen van een soort natuurlijke kracht, een soort natuurlijk evenwicht, een natuurlijke vertrouwen ook dat we kunnen dealen met datgene wat op ons afkomt. Voilà, dit is ons nieuwe model, ons nieuwe programma. En wij kijken er heel erg uit om dit te kunnen delen met wie daarin geïnteresseerd is. Als jullie nog vragen hebben, neem gerust contact op met een van ons vier. En dan zullen wij zeker de nodige informatie geven. Dank jullie wel.